Goedemorgen en welkom bij deze talkshow Groei over Grenzen. Een samenwerking tussen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Female Tech Heroes. We zijn vandaag in het Conference Center op de Hightech Campus in Eindhoven en gaan praten over ondernemen over de grens als vrouw in de tech. Waarom zijn er relatief zo weinig vrouwen in Nederland die internationaal ondernemen? Want van alle exporterende ondernemers in ons land is maar 13% vrouw. Nou, vandaag wil ik achterhalen wat er zich allemaal afspeelt onder vrouwen in de techsector. En daarvoor ben ik afgereisd naar Eindhoven. Ik ben hier op de Hightech Campus en ik ontmoet Inge Loestol. Zij is oprichter van Female Tech Heroes. En zij staat hier. Woe. Hallo, ja. Hoi. Wat gaan we doen, Ingeloe? Ik dacht, we gaan fietsen. Oh, leuk. Over de campus. Yes, over de campus. Je bent acuut wijzer en slimmer. Hey, wat speelt er nou onder de techvrouwen die over de grens willen ondernemen? Nou ja, voor hun is de wereldwijde markt heel belangrijk. Een mooi voorbeeld is Helena van de start-up Inkoeling. Zij hebben een start-up die het duurzaam koelen van datacenters mogelijk maakt. Zij zitten nu in Silicon Valley en in Shanghai. En ja, de coronacrisis was natuurlijk best wel lastig voor hun. Want ja, je kunt niet meer reizen. Hoe los je dat op? Maar eigenlijk is er online heel veel mogelijk. Dus eigenlijk krijgen zij super veel positieve feedback uit Europa, wereldwijd. En kunnen zij nog steeds heel goed ondernemen over die grens. Dankjewel, Ingeloe. Graag gedaan. Hoera. Doei. Kijk, dat is een mooie intro, denk ik, hè? Bij mij aan tafel vandaag zijn Judith Heikoop, CEO van IME Medical Electrospinning. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Iris Souten, co-founder van de startup Pico. Hoi. En Anastasia de Vries, account manager Hightech Systems and Materials bij de RVO. Ja, hallo. Welkom alle drie. Dit is een interactieve talkshow, dus als je vragen hebt voor onze sprekers, stel ze in de chat en dan hoor je ze vanzelf terugkomen in dit gesprek. We gaan ze allemaal behandelen, maar laten we eens beginnen bij de introductie. Judith, ik begin bij jou. Je bent CEO IME Medical Electrospinning. Wat doen jullie precies? Wat doen wij precies? Wij maken nanovezels. En nanovezels worden geïncorporeerd in medical devices. Dus wij maken de medical devices van de toekomst. En waarom zijn die zo belangrijk, die nanovezels? Omdat ze door het lichaam herkend worden als lichaams-eigen. En dat wil zeggen dat het medical device wat wij maken door het lichaam verwerkt wordt eigenlijk in weefsel. Het wordt langzaam afgebroken en er wordt natuurlijk weefsel voor teruggebracht. Dus dat wil zeggen dat wij met onze technologie gewoon een nieuwe hartklep in kinderen kunnen laten regenereren. En zo eigenlijk een natuurlijke hartklep kunnen herstellen. Dit is maar een voorbeeld. De voorbeelden zijn echt legio. Van het repareren van brandwonden tot het repareren van artefacten tijdens operaties. Regenereren van zenuwen. The sky is the limit. Baanbrekend dus. Absoluut, ja. En hoe belangrijk is internationaal ondernemen voor jou? Nou, heel belangrijk. De medtech-markt zit nog steeds voor een heel groot deel in de Verenigde Staten. Dus wij hebben op dit moment heel veel contacten ook in de Verenigde Staten en ook klanten in de Verenigde Staten. En daarnaast is Europa de bakermat van de innovatie op dit gebied. Zeker ook de regio rondom Eindhoven. Dus ook daar hebben we heel veel samenwerkingen. Maar uiteindelijk met als doel om de grote sprong naar de wereldmarkt en met name de VS te maken. Hoe gaat dat? Heb je het idee dat jullie makkelijk afgaat? Nou ja, makkelijk afgaat. Het is natuurlijk een kwestie van investeren, investeren, investeren. Je kan ook absoluut geen zaken doen in de VS zonder dat je daar bent. Nou, dat is nu met COVID natuurlijk best ingewikkeld. En ik ben heel blij dat wij voor COVID nog een handelsmissie hebben gedaan en echt geïnvesteerd hebben. Want wij kunnen nu bouwen op de contacten die we daar al hebben. Ja, dat begrijp ik. Zometeen praten we daar verder over, dankjewel. Iris, jij bent co-founder van de startup Pico. Ja. En je hebt ook bij ik heb je ze meegenomen, wat ja. jullie doen. Vertel eens, wat doen jullie? Ja, wij maken een platform voor kinderen om mee buiten te spelen, maar dan met interactieve technologie. Dus kinderen van deze tijd zijn gewend dat er overal bliepjes, geluidjes, effectjes in zitten. Maar buitenspelen is nog heel erg niet interactief. Er wordt ook veel minder buiten gespeeld op dit moment. Dus ook met name door COVID. Maar daarvoor was er al eigenlijk een stilzitpandemie aan de gang. TV kijken op de tablet. TV, tablet, Xbox, PlayStation, dat soort dingen allemaal. Ook leuk, maar buitenspelen is heel belangrijk voor kinderen. En niet alleen buitenspelen, maar ook samen buitenspelen. Dus met je vriendjes en je vriendinnetjes.
Wat wij gemaakt hebben is, is eigenlijk een klein apparaatje. En het ziet eruit als een zaklamp, zeggen kinderen altijd. Het ziet er heel eenvoudig uit. Zit bijna hetzelfde in als in je telefoon, maar dan zonder een scherm. En je kunt er de traditionele spelletjes, verstoppertje, tikkertje mee spelen, maar dan met extra, niet alleen maar extra effecten. Er zit wel echt een extra laag bij om ervoor te zorgen dat het spelletje echt interactief gaat aanvoelen. Dus we hebben kinderen die zeggen, ik voel net alsof ik in mijn eigen game zit als ze buiten aan het spelen zijn. Dus ik kan nou geen spelletje voordoen, maar zo zien ze eruit. Dit zijn demo's overigens. En in de verkoop zijn ze wit. Oké. Okay. Ja. En ondernemen over de grens, is dat voor jullie al een serieuze, realistische stap? Ja. In Nederland wonen natuurlijk heel veel kinderen. Maar in heel de wereld wonen heel veel kinderen die een potentiële klant kunnen zijn voor ons. En we hebben altijd al vanaf het begin af aan gezegd dat we in het buitenland, niet alleen in Nederland wilden gaan beginnen, maar ook dat we in het buitenland wilden groeien. Iedereen buiten laten spelen. Ook volwassenen, toch? Kan ook. Ook volwassenen. Ja, dus weet je, als je met zo'n apparaat aankomt, dan zegt iedereen, oh, het is een kinderspeeltje. Maar als het aan volwassenen geeft, dan geen enkele volwassene speelt tikkertje. Als ik jou zo vraag, ga maar even tikkertje spelen maar buiten, dan doe je dat niet. Als ik je dit geef, dan ga je dat zeker doen. Dan noemen we het e-sports en dan doen we het. Precies, dan is het goed. Ja. Dit is een interactieve talkshow en daarom hebben we ook een vraag voor jou thuis. Want we zijn benieuwd, wie zit er nou aan de andere kant van deze camera's die wij hier zien? En daarvoor hebben wij een Mentimeter. Dus het is heel fijn als je op je telefoon of op je computer gaat naar menti.com en daar onze code invult. Die kan ik lezen als we hem hier even achter mij op het scherm zetten. Je kunt naar menti.com gaan en de code invullen 96540859. Dus ga naar menti.com en gebruik de code 96540859. En dan zijn we heel erg benieuwd, waar denk jij nu aan bij ondernemen over de grens? Wat schiet er dan in jouw hoofd? Wat zijn je eerste gedachtes? Dus menti.com en gebruik de code 96540859. En dan terwijl de antwoorden langzaam gaan binnenstromen, ga ik eigenlijk al een beetje ook naar Anastasia. Wat voor soort dingen komen dan bij mensen op bij ondernemen over de grens? Wat denk jij? Ja, positief en negatief. Ik zie al wat een groot negatief misschien in beeld komen. Dat het misschien een lastig bureaucratisch proces is. Aan de andere kant, kansen zie ik nu ook voorbij komen. Dat is inderdaad een hele grote. Hè? Kijk, als je wil groeien en als je de wereld wil veroveren, dan ontkom je er ook bijna niet aan dat je op een gegeven moment ook buiten Nederland gaat kijken. Dus dat is ook een hele mooie stap waar wij dan bij de RVO mee proberen te helpen. Ja, er komen inderdaad meer dingen binnen. Cultuurverschillen, lokale regels, mogelijkheden, uitbreiding van de markt. Maar ook spannend. Ja. Pushing state of the art. Ondernemers helpen. Papierwinkel. Is dat herkenbaar, Judith? Nee, papierwinkel is absoluut niet herkenbaar. Je boekt een vliegticket en je bent er. Dus meer gewoon doen en durven. Gewoon doen. Doen en durven. Even kijken, wat komt er nog meer? Die cultuurverschillen. Herken je die wel? Ja, absoluut. Ja, je moet in het buitenland moet je echt nadenken, wat doe je? En ook als buitenlanders bij jou komen, en daar hadden we vandaag bijvoorbeeld op kantoor nog een gesprek over. Wat doe je voor die buitenlanders? Dus je gaat bijvoorbeeld een Italiaan, ga je geen karnemelk voorzetten. Oh ja. Dat valt niet zo goed. Nee, dus je houdt daar toch rekening mee? Absoluut, ja. En wat hebben jullie hem voorgeschoteld vandaag? Een warme hap. Ja. Nou, er komen mooie antwoorden binnen. Deze gaan we ook allemaal bewaren en gebruiken in het gesprek. Kansrijk zie ik nog voorbij komen. Export, innovatie, vertrouwen opbouwen. Ja, want dat is iets wat natuurlijk heel belangrijk is, hè, Anastasia? Vertrouwen bouwen. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat het misschien ook een spannende stap is om te maken. Hè, om echt die eerste keer naar het buitenland. Maar de vertrouwen in je eigen team, vertrouwen in je product. Hè? Dus dat het echt veel zin heeft om te gaan exporteren. En vertrouwen in het proces dat het aan het einde van de rit toch goed komt. Dat is inderdaad een hele grote. We gaan gelijk even verder praten met jou. Want jij werkt voor de RVO. Hoe ben jij daar terechtgekomen, Anastasia? Ja, via een paar omwegen eigenlijk. Dus ik ben opgeleid in internationale betrekkingen. Toen heb ik even in de sales gezeten bij een kleiner bedrijf. Toen heb ik marketing gedaan bij een multinational. En als je al die ervaringen eigenlijk tot één balletje verfrommelt, dan is dat mijn takenpakket binnen de RVO nu. Dus ik mag hele leuke dingen doen. Ik mag meehelpen dus als account manager, high-tech, systems and materials.
op het sectoraccount, dus HTSM. Dat hoef ik gelukkig niet alleen te doen. Ik heb ook collega's die daarmee meehelpen. En samen proberen we dan de ondernemer, dan vooral in de techsector, zo goed mogelijk te helpen met internationaal ondernemen. Dus heel mooi dat ik daar aan mee kan helpen. Hoe bekend is de RVO onder ondernemers? Toch wel redelijk hoor. Er zijn populairdere takken van sport en andere. Kijk, als ik nu zeg RVO, heb ik het eigenlijk alleen over de afdeling internationaal ondernemen. Er zijn nog heel veel andere takken. Ik bedoel, ik heb in totaal 4000 collega's, even uit mijn hoofd. Dus er zijn altijd stromingen die ook vooral nu in coronatijd misschien wat aanvragen die wat meer leven dan anderen. Maar over het algemeen weet men ons wel te vinden. En neem ons eens mee, wat doet de RVO allemaal? Nou, dus binnen internationaal ondernemen laten we zeggen dat we eigenlijk drie dingen voor je kunnen doen. Het eerste is het bieden van informatie. Dus ook als je op de website kijkt en je denkt, ik mis wat informatie over landen. Hebben we bijvoorbeeld landenfiches waar je echt de do's en don'ts over dus die culturele verschillen ook online alvast kan opzoeken. En we hebben bijvoorbeeld ook business weeks. Dus dat laatst was er een business week Korea. En Taiwan deed er ook aan mee. Dus als je dan denkt van, hey, ik wil daar wat meer over weten, kun je gewoon aanhaken, krijg je informatie voorgeschoteld. Het tweede waar we mee kunnen helpen is het bouwen van een netwerk. Dus ook dat vertrouwen bouwen waar men het net over had. Door bijvoorbeeld je in contact te brengen met posten, met ambassades dus en consulaten-generaals wereldwijd. En die zijn er echt ook om je te helpen. Dat klinkt misschien van, ik moet de ambassadeur hebben. Dat valt reuze mee. Ze zijn er echt specifiek om ook ondernemers te helpen. En zo zijn er bijvoorbeeld ook, momenteel is er ook een koffiesessie met de ambassadeur. Kun je je aanmelden als je nou een specifieke vraag hebt van, goh, ik wil graag naar, nou laten we dat Korea als voorbeeld aanhouden. Ik wil graag naar Korea, maar kan dit of loopt dit? Dan kun je je voor zo'n koffiesessie aanmelden en dan krijg je gewoon direct antwoord op je vraag. En dat netwerken doen we ook in groepsverband door bijvoorbeeld missies naar doellanden te organiseren. Tegenwoordig digitaal, hopelijk zo snel mogelijk weer echt dat vliegticket boeken en gaan. En de derde tak van sport waar we bij helpen, dat zijn dus subsidies, financieringen en andere regelingen. Maar goed, daar kunnen we het later ook nog verder over hebben. Zeker, dat komt allemaal voorbij in deze talkshow. Iris, jij hebt dat, we hadden het over koffie drinken met de ambassadeur, dat heb jij gedaan. Ja, dat klopt. Vertel. Het was verbazingwekkend eenvoudig eigenlijk. Dat was ook wel een beetje naar aanleiding voor mijn uitnodiging hier. Werd ik erop gewezen dat bestond. Dus we zijn al een tijdje bezig om onder andere naar Korea, maar ook naar de VS te kijken als markt. En Korea niet omdat ik nou zo graag naar Korea wil, maar omdat we uit Korea vraag krijgen voor onze producten. VS een beetje hetzelfde. En ik dacht, ik wil daar meer over weten. Het is natuurlijk een consumentenproduct, dus je moet aan veel eisen voldoen. En een van de dingen die wij doen is ook aan scholen en BSO's bijvoorbeeld verkopen. Daar is een hele grote markt voor in Amerika, maar ik weet niet hoe die markt in elkaar zit. Dus ik heb me aangemeld, aangevinkt. Ik wil met iemand uit de VS of met de ambassadeur of een consul-generaal uit de VS praten. En een week later kreeg ik een uitnodiging. En nog een week later zat ik met mevrouw Ruud te babbelen over. En ze heeft heel veel verteld over de markt daar. En ook inderdaad wat jij ook zegt, zij zijn daar echt om je te helpen. Dus het was meteen van, ja, als je nog meer vragen hebt, mail mij. Want wij zitten hier om ervoor te zorgen dat Nederlandse ondernemers voet aan de grond krijgen. Dus dat was ook echt nuttig voor jullie? Dat was echt nuttig, ja. Ja, dat had ik wel een beetje verwacht natuurlijk, anders deden ze het niet. Maar dat het zo nuttig was en dat het zo makkelijk was ook. Dat was zeker nu natuurlijk. Iedereen is gewend aan online bellen en dat soort dingen doen. Maar dat was echt nuttig. Als we even kijken naar die handelsmissies. Judith, jij bent 2 keer mee geweest op missie. Een keer digitaal afgelopen januari naar de CES in Vegas. De grootste de grootste techbeurs van de wereld. En 1 in het echt, zeggen we dan. In Boston in 2019. Als we even naar Boston teruggaan. Hoe was die handelsmissie voor jou? Nou ja, om te beginnen ontmoet je heel veel mensen. Heel veel mensen met ondernemingen die vergelijkbaar zijn. Dus waar je ook heel veel van kan leren. Dus eigenlijk voelt het een beetje als een schoolreisje met gelijkgestemden. Dus dat is eigenlijk sowieso leuk? Dat was sowieso leuk. Maar afgezien daarvan worden er heel veel lezingen georganiseerd. En krijg je ook echt de kans om met de bedrijven waarin je geïnteresseerd bent te netwerken. Of bij die bedrijven te netwerken. Maar wat voor mij eigenlijk het allerbelangrijkste was, de handelsmissie was naar Boston.
Wij hadden op dat moment een hele sterke lead in Boston. En op een gegeven moment was er een diner met Mark Rutte en Bruno Bruins. En heb ik die klant uitgenodigd bij dat diner. Nou, we hebben ook nog even wat foto's gemaakt. En uiteindelijk heeft dat heel goed gewerkt in het bouwen van de relatie met die klant. Ja, want wat deed dat? Dat je dan iemand daarvoor kon uitnodigen? Nou, hij voelde zich enorm vereerd dat hij daarbij mocht zijn. Er waren ook een aantal belangrijke Amerikanen uit de regio in Boston. Dus voor hem was het ook heel goed voor zijn netwerk. En naar zijn collega's toe was het eigenlijk ook een bewijs van het feit dat wij een heel serieus bedrijf zijn. Ja. Dus het heeft echt geholpen. Ja, precies. Dat begrijp ik. Zou je het aanraden aan iedere ondernemer, zo'n handelsmissie? Ja, absoluut. Tuurlijk is het belangrijk om een goede keuze te maken. Wat doe ik wel en wat doe ik niet? Want het kost natuurlijk tijd. Maar zeker als je onbekend bent, is het heel interessant om te zien wat er allemaal gebeurt en hoe het werkt. Want je wordt ook meegezogen in de culturele slipstream daar. Maar als je duidelijke targets hebt. En ik ben nu alweer bezig om te solliciteren naar een nieuwe handelsmissie met een hele kleine groep, waar ook gewoon echt gekeken wordt naar welke bedrijven willen wij graag ontmoeten en hoe kan dat georganiseerd worden. Dus ja, ik kan het zeker aanraden. Ja. Iris, hoe sta jij erin? Jij was naar de CES in Vegas in 2018, in het echt, zeg maar. Wat heb jij daar kunnen uithalen? Het is wat Judith ook zegt. Het is een beetje een schoolreisje, zo voelt het ook. Wij zaten ook in een vlucht met alleen maar mensen die daarheen gingen. Oh ja. Dus het was al vanaf het begin af aan was het feest. Ik heb daar gewoon heel veel geleerd. Wij waren toen nog net niet op de markt. Maar ik heb heel veel geleerd over je product in het buitenland neerzetten. Ook heel veel geleerd over Amerika. Daar is het veel meer. In Nederland is het doe maar gewoon, dan doe je ook gek genoeg. In Amerika is het veel meer overpromise, underdeliver. Dat vind ik zelf niet zo heel. Ja, op de consumentenmarkt ken ik wel. Dat is mij verteld. En netwerk. Je bouwt gewoon netwerk op als je mensen daar ontmoet. Dat is veel makkelijker dan als je hier in Nederland blijft zitten. En mensen bezoeken je website. Maar er zijn ook concreet gewoon klanten uitgekomen. Op dat moment, toen wij daarheen waren, toen had ik eigenlijk niet zo het idee van, dacht ik eigenlijk zelf, we waren te vroeg. Maar achteraf blijken al die mensen onze kaartjes en onze flyers bewaard te hebben. En een jaar later gaat dan de telefoon. En dan, ik heb jullie vorig jaar... Een jaar later. En ik heb jullie gezien toen en ik wil graag kijken of ik zo'n set kan kopen voor mijn school. Dus, ja. Zou je teruggaan? Zou je het weer doen? Ja. Ik zou zo nog een keer gaan, ja. Want Judith, jij was bij de CES afgelopen jaar, maar dan digitaal. Hoe is dat dan? Nou, om heel eerlijk te zijn vond ik dat heel moeilijk. Want wat ik merk is dat wij vaak zaken doen tijdens de informele stukken van het event. Dus het wordt heel moeilijk om iemand van een groot medtech bedrijf even in de gang aan te spreken. En het wordt heel erg transactioneel. Dus er moet gelijk een klik zijn en het moet gelijk passen en dan heb je er wat aan. Dat soort leads hebben wij er wel uitgehaald, maar die... Ja, moeilijk benaderbare grote klanten die je makkelijk kan aanschieten op een borrel. Ja, dat is er niet meer. En dat is heel jammer. Ja, dat begrijp ik. Anastasia, waarom is het zo belangrijk dat het wel doorgaat voor jullie, ook digitaal? Ja, de koffiemomenten missen we allemaal. Dat kan ik meteen met je eens zijn. Maar waarom het nog wel belangrijk is om het dan tenminste digitaal te doen, is omdat je veel elementen waarvoor je naar een missie gaat alsnog wel uit kan voeren. Bijvoorbeeld informatiesessies kunnen alsnog als webinar worden gehouden. Dus die informatie krijg je nog steeds binnen. Een gedeelte van het netwerken, tenminste de namen opzoeken en de initiële contacten leggen. Dat kan ook digitaal. En ook je collega's, die kom je toch ook dan tenminste digitaal, maar wel tegen. Dus zo proberen we om nu dan digitaal toch zoveel mogelijk van die missie nog wel mee te krijgen. En aan de andere kant heeft dat ook wel wat voordelen. Dus we zien bijvoorbeeld in de cijfers, de deelnames zijn ongeveer gelijk fysiek en digitale missies. Ook misschien omdat het dan wat laagdrempeliger is om toch gewoon even de link aan te klikken en je agenda niet 100% schoon te hoeven vegen om naar de andere kant van de wereld te vliegen, maar gewoon even in te bellen en te blijven kijken. Dus dat scheelt aan de andere kant ook reiskosten en ook wat milieuoverwegingen. Dus we maken er nu het beste van. En in de praktijk is gebleken dat het alsnog nog wel wat animo geniet. Ja.
Waarom zijn die handelsmissies ook straks weer in het echt zo belangrijk voor jullie om te faciliteren? Waarom doen jullie dat? Ja, het is gewoon een van de mooiste manieren om die stap naar het buitenland te zetten. Want je gaat ten eerste als groep. Dus stel je voor, misschien als starter of als scale-up of nou, zelfs als wat middengrote MKB'er, is het misschien wat lastig om te weten waar begin ik dan precies. Hè? Je moet echt die contacten leggen, je moet informatie bij elkaar sprokkelen. En bij zo'n missie dan ga je gezamenlijk, trek je dan op. Dus een heleboel voorwerk is al voor je gedaan. Je schuift aan op het schoolreisje, zoals je dat zo leuk zei. En het is misschien dan ook wat minder spannend aan de ene kant, maar ook heel productief aan de andere kant, omdat je dus in binnen- en buitenland tegelijkertijd aan het netwerken bent. Ja. Ja, dat begrijp ik. En Judith, wat zou jij nou tegen mensen die aan het kijken zijn nog willen delen over die handelsmissies? Ga er vol voor. Dus bereid je goed voor. Kijk wie er vanuit Nederland meedoen aan die handelsmissies. Neem echt deel aan de sessies ook. Ik heb net bijvoorbeeld even een zijstapje, maar een virtuele tour door de VS gedaan met de innovatieattachés. Dus New York, Boston, Chicago, San Francisco en San Diego. Nou, daar leer je heel veel mensen kennen en daar heb je uiteindelijk heel veel aan. Want je hebt maar één goede lead nodig. Dus op een gegeven moment inderdaad komt het naar je toe. Heb je heel veel gezaaid en soms een half jaar of een jaar later komt het naar je toe. Ja, dat begrijp ik. Nu maken we deze talkshow, zoals we al zeiden, graag interactief. En daarom hebben we weer een vraag ook voor jou als kijker. Dus we gaan weer naar dementi.com en dan gaan we weer onze code invullen. En dat is 9654-0859. Dus menti.com 9654-0859. En dan hebben we aan jou de vraag, wat is of was voor jou de grootste drempel bij de stap naar internationaal zaken doen? En terwijl dat binnenkomt, ga ik naar Iris en ga ik die vraag ook aan jou stellen. Wat was voor jullie nu de grootste drempel? Dat weet ik eigenlijk niet. Wij zijn, toen wij het bedrijf opstarten, was het altijd al onze ambitie om naar het buitenland te gaan. Dus we hebben dat nooit zo als een drempel gezien. Wat ik nu wel soms als een drempel ervaar, is toch wel de papierwinkel die erbij komt kijken om producten gewoon in het buitenland te verkopen. Kijk, wij gaan natuurlijk naar een soort van massaproduct toe, dus worden er heel veel. Dus en elk land kent die papierwinkel wel, die net benoemd. Ja, gewoon, hoe zit het met btw-regels? Mag ik zomaar mijn product in een doosje stoppen en naar Amerika sturen? Moeten dan de klanten daar nog extra bij betalen? Aan welke regels moet ik voldoen lokaal? En dat is in elk land anders. Bij de eerste Pico die we maakten, hebben we daar ook een bewuste fout meegemaakt. Die werkte met, heel technisch, met radiosignalen. Wat prima was in Europa, maar dat netwerk mochten we niet gebruiken in Amerika, want dat was militaire frequentie. Oh. Dus we konden niet zomaar ons apparaat daar verkopen. Bij de volgende Pico die eraan komt, is dat opgelost, hebben we dat anders aangepakt. Maar dat soort dingetjes, daar moet je dan in één keer allemaal rekening mee houden. Dat vind ik, het is niet een drempel, dus ik ben niet de enige die dit doet, dus het kan gewoon. En daar maak ik me ook verder niet zo druk om, het is schopgedoe. Dus ja. Ik zie daar ook staan, legal system en compliance. Dat is ook zo'n... Ja, inderdaad. Want het is overal anders. En er staat ook nog, het vertrouwen komt weer terug. De kennis, bepalen wanneer je klaar bent voor de volgende stap. Oh ja, dat is ook een goeie. Wij hebben vanaf het begin af aan gezegd, nou, we gaan gewoon naar het buitenland. Hè. We vertalen de handleiding en klaar is Kees. Want er zit verder geen sprake in Pico. We hadden in het begin wel een paar coaches en die zeiden, ja, dat moet je niet doen. Je moet gewoon beginnen in Nederland. En daarna, en wij dachten, hoezo beginnen? We waren een klein beetje... We doen dit gewoon even. Een beetje dwars. Ja. Ik ben blij dat we het gedaan hebben. Ik ben blij dat we gewoon gekozen hebben om mee te gaan naar de CES. En om ook buiten de grenzen te blijven kijken. Maar het is wel zo. Op alle landen tegelijkertijd concentreren in één keer. Is niet de handigste manier om je energie te verdelen. Ik zie ook voorbij, hè, want dat kwam al langs. Bepalen wanneer je dus klaar bent. Judith, hoe weet je wanneer je klaar bent? Nou, je bent nooit klaar. Ik denk wel dat je op een gegeven moment klaar kan zijn met een bepaalde regio of met een bepaald land. En een voorbeeld is, wij zijn op een gegeven moment naar China gegaan. En daar hebben wij ons eerste klant vandaan gehaald, waarmee we ook een persbericht konden uitbrengen. Dus dat was voor het bedrijf heel erg belangrijk. Maar zaken doen in China is echt heel complex. Alleen al door de taalbarrière. En ook het risico om onze IP kwijt te raken was aanzienlijk. En op een gegeven moment hebben we besloten om terug te stappen uit China en vooruit te stappen in de VS.
Dus het is heel belangrijk inderdaad, zoals Iris zegt, om goed na te denken. Waar wil je spelen? Waarom wil je daar spelen? En wat betekent dat? Ja, we hebben ook gevraagd aan iedereen die zich heeft ingeschreven van, heb je al een vraag, stuur ze naar ons. Iemand stuurde ook, hoe zorg ik nou dat ik een andere cultuur begrijp? En in dat geval ging het ook over China. Ja. Jij bent daar ook zelf tegen aangelopen. Heb je nog tips voor die persoon? Nou ja, het is eigenlijk heel belangrijk om mensen mee te nemen die de taal toch enigszins verstaan. En dat kan je op verschillende manieren oplossen. Wij deden zaken met Duitsers die een groot deel van hun tijd in China aanwezig waren. Maar dat betekent toch dat je iets meer oppikt van de non-verbale communicatie. Wat er gebeurt in de kamer als je zaken doet. En ook wat er van je verwacht wordt. Ja. Ja. Wat ook nog wordt gevraagd is, hoe vind je nu betrouwbare distributie of salesagenten in het buitenland? Wanneer kies je hiervoor? Anastasia, kun jij een antwoord geven op die vraag? Ja, dat is een hele goeie. Ik zou als advies meegeven om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande informatie. Hè? Dus via netwerken, via dus posten, innovatieattachés, misschien als je het meer R&D geallieerd zit. Om dan te vragen aan lokale actoren van, nou, werken jullie misschien al samen met iemand om aanbevelingen te krijgen? Want ik kan me goed voorstellen dat het echt lastig is om heel veel vertrouwen te schenken aan echt een salesagent van jouw product in het buitenland. Dus onderzoek en vragen stellen en er echt op uittrekken voordat je de juiste partner gevonden hebt. Nou, we gaan het hebben over die buitenlandnetwerken en die ervaringen in het buitenland. En om dat te introduceren hebben we nog een mooie video. Als je internationaal wil ondernemen, heb je de juiste contacten nodig. Maar hoe leg je die contacten in het buitenland? Wij zijn bij RWO terechtgekomen wanneer wij hadden hulp nodig om ons product Karen en Oopsie Heroes op de markt te brengen. Life Science Group zit op de high-tech campus in Eindhoven. En hier is de RWO heel bekend om hulp te bieden aan ondernemers. Wij zijn gestart met twee landen, met Frankrijk en Duitsland, om beter te begrijpen hoe wij konden daar ons product verkopen. Wij kwamen in contact met de MBSO Stuttgart wanneer wij hulp nodig hadden om te begrijpen als ons product Karen kon vergoed worden in Duitsland en over hoe dat werkt met e-health oplossingen. Het wereldwijde buitenlandnetwerk van RVO en het ministerie van Buitenlandse Zaken is er voor jou. We brengen je in contact met ambassades, business support offices of onze landenexperts. Zij kunnen je alles vertellen over buitenlandse markten, distributeurs en partners, over producenten en afnemers en de manier van zaken doen. Maar ook over lokale wetgeving, vakbeurzen en evenementen. De NBSO in Lyon, Frankrijk, heeft ons geholpen. Met een onderzoekrapportage om de Franse markt beter te begrijpen of het juist voor ons product Karen was. Omdat het zit een beetje in het taboe-sfeer, dat was belangrijk voor ons. En ook het gezondheidssysteem van Frankrijk. De ambassades in Azië waren behulpzaam voor Life Science Group met de introducties aan potentieel distributeurs en contacten in bijvoorbeeld Indonesië en Thailand. Als je succesvol wil zijn in het buitenland, heb je een netwerk en goede contacten nodig. De RVO-campagne Groei over grenzen helpt hierbij. We zetten vrouwelijke ondernemers die over de grens zaken doen in de schijnwerpers, om aan jou te laten zien hoe ze dat doen. Zij vertellen over hun ervaringen met het buitenlandnetwerk, handelsmissies en beurzen, maar ook over contacten met andere vrouwelijke ondernemers op onze netwerkevenementen. Wil jij meer weten over het buitenlandnetwerk? Kijk dan op rvo.nl/ondernemendevrouwen. Nou, we zagen al even een mooie introductie. Anastasia, hoe gaat dit nu in de praktijk? Kun je daar wat meer over vertellen? Ja.
Ja, er zijn verschillende manieren waarop je dus in contact kan komen. Dus nou ja, de koffiemomenten hebben we al besproken. Maar ook op de website van de RVO, als je gaat naar netwerken, vind je een volledige waslijst van wie waar zit. Dus we horen nu bijvoorbeeld Stuttgart en Lyon voorbij komen. Dat zijn dan Netherlands Business Support Offices. En de naam verraadt heel erg waar ze voor zijn en wat ze doen. En daar zijn er een heleboel van. En daar staan directe namen, contactgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen. Dus mocht je een vraag hebben over een specifiek gebied, gewoon daar naartoe zenden, niet schromen. Als je een expliciete uitnodiging nodig had, naar hierbij. Want die mensen zijn echt gewoon specifiek om je daarmee te helpen. Je kan ook kijken naar bijvoorbeeld de zo'n missie. Hè? Dus als je nu online kijkt, de komende tijd in de kalender hebben wij van alles staan voor allerlei verschillende schalen. Dus we hebben een start-up missie die eraan gaat zitten te komen voor Taiwan, even uit mijn hoofd. We hebben scale-ups die naar de VS vertrekken, voornamelijk Boston en New York. Zuid-Afrika komt een missie op health tech, fintech en smart logistics. Dus er zit van alles in de pijplijn. Bekijk het even van tevoren als je straks met je Q3, Q4 planning zit. Even kijken, misschien zit er net iets bij wat jouw vragen zou kunnen beantwoorden. Iris, als we even kijken naar de landen waarin jullie actief zijn. Waar ben jij nu actief met Pico? In Europa, dus even denken, Griekenland, Finland, volgens mij Polen, Verenigd Koninkrijk en de VS. Dat is niet Europa, maar ja. Ja, en dat niet actief in de zin van dat we daar heel erg aan het reclame maken zijn of zo. Maar daar hebben we klanten zitten die ons product hebben. En hoe gaat dat? Is er veel verschil tussen de landen? Ja, en vormen van in communiceren. Dus hoe mensen communiceren met ons. Spelen is universeel. Dus dat gaat overal hetzelfde. Dus we horen dus wel overal dezelfde feedback terug. Maar ik heb er eigenlijk nooit zo heel erg over nagedacht. Over hoe dat, of dat dan anders zou moeten gaan dan in Nederland of niet. Het is eigenlijk redelijk recht toe recht aan. Ze mailen of ze bellen ons met de vraag van, kun je wat meer uitleg geven? Dan plannen we een online meeting. Laten we Pico zien. En daarna dan in het buitenland verkopen we meteen. In Nederland verhuren we ook eerst om uit te laten proberen. Dat doen we in het buitenland nog niet. Maar eigenlijk verkopen we het dan gewoon. En dan gaat er een set die kant op. En dan bellen we nog een keer om te vragen hoe het gaat. En zo houden we steeds contact. En lopen jullie tegen dingen aan? Ja, soms wel. Versturen van apparaten waar batterijen in zitten. Daar moet je even over nadenken, want dat mag niet zomaar. Of daar moet je in ieder geval rekening mee houden. Dat verzenden, dat naar sommige landen absurd veel geld kost en naar andere veel minder. Dat is ook zo'n ding waar je niet, waar ik van tevoren helemaal niet over nagedacht had. BTW-tarieven. We zijn al bezig met een webshop opzetten. Ja, dat is in heel Europa is dat anders. Daar gaan de regels binnenkort van veranderen. Ja, daar moet je wel van op de hoogte zijn. Dus dat soort dingen, daar moet je rekening mee houden. Maar wat ik al zei, het is niet heel spannend. Andere mensen doen het ook. Dus het is een kwestie van iemand zoeken die het al een keer gedaan heeft. Hulp vragen en het daarna zelf ook doen. Ja. En vraag jij ook hulp in die landen zelf? Bij ambassades, wat Anastasia net zei? Nee, heb ik nog niet gedaan. Maar nu ik weet dat netwerk wat groter is, ga ik zeker voor de landen waarbij we nou in gesprek mee zijn. Dus we zijn bezig met Korea, Litouwen, Denemarken en de VS. Daar hebben we concrete leads zitten. Ga ik wel een soort van, volgens mij kan je ook een zakenrelatie check laten doen. Want zeker Korea is gewoon echt heel ver weg. Ik kan er nou niet heen. Ik heb ook geen idee hoe bona fide die organisatie is. Het zal een distributeur voor ons worden. Dus dat is wel fijn als ik dan kan terugvallen op een netwerk om een soort van background check te doen. Judith, jij onderneemt al je hele leven, hè, over de grens. Ja, dat klopt. Hoe kijk je nou terug op die bak en ervaring die je al hebt? Hoe kijk je daarop terug? Nou ja, elke keer leer je toch weer iets nieuws. Dus ja, het blijft leuk. En die landen veranderen natuurlijk ook. De VS is ook mee veranderd, zeg maar. Ik ben daar denk ik, nou ik durf het bijna niet te zeggen, maar 30 jaar geleden begonnen. Het blijft leuk voor mij. En ik moet wel zeggen, als ik er weer zo over praat, begint het toch wel een beetje te kriebelen. Maar wat maakt het zo leuk dan? Nou ja, het is leuk om jouw product te verkopen. Tenminste, ik vind het heel erg leuk om iets te ontwikkelen wat echt de levens van patiënten substantieel kan veranderen. En ik vind het ook leuk dat dat dan wereldwijd is. En ja, de manier waarop Amerikanen daarnaar kijken,
Dat is toch echt anders dan in Europa. Amerikanen, ja, daar kan het niet gek genoeg zijn. En als je echt een goed idee hebt, worden ze heel enthousiast. By the way, heel vaak geloven ze niet dat het zo goed is, omdat zij altijd... Misschien net iets mooier maken. Net iets mooier maken dan dat het misschien is. Dus dat is echt wel iets wat wij moeten leren. Gewoon stevig neerzetten dat wij een goed product hebben. Ja. Maar ja, als het daar dan opgepikt wordt en je kan een samenwerking opstarten met een partij in Boston en die gaat jouw product testen bij artsen, ja, dat vind ik heel gaaf. Is de VS een toegankelijk land om te beginnen? Ik vind van wel. Tuurlijk zijn er cultuurverschillen en dat zit er met name ook in de communicatie. Maar aan de andere kant is het zo dat als je echt iets te bieden hebt, dan krijg je ze ook mee. Dus als ze het niks vinden, zullen ze dat ook vrij snel zeggen. Hebben ze geen aandacht meer voor je. Maar als je echt een samenwerking kan opstarten, dan is dat gewoon open en eerlijk en duidelijk. En dan vaak laat je zien dat je echt levert wat je hebt. Want ja, wij zijn vaak goed in de technologie en goed in het deliveren. Tuurlijk moet je ook exact je afspraken nakomen. Maar als je dat doet, wordt het gewoon een hele mooie samenwerking. En dan merk je ook dat de Amerikanen dan echt slagkracht hebben. Wat soms qua financiering in Europa minder is. Dus als je daar eenmaal landt, dan land je ook echt. Herken je dat, Iris? Ja. Wat jij zegt over bijvoorbeeld, of als ze niet geïnteresseerd zijn, dan ben je daar snel genoeg achter. Dat zag je ook op de CES, zagen we dat ook heel erg op de beurs. Dat als ze binnen 2 minuten niet die aandacht hebben, dan of niet getriggerd zijn, dan lopen ze ook gewoon door. Maar dat is lekker duidelijk. Ja, dat... En ook wel, het is allemaal huge en amazing en great daar. En daar hebben we, denk ik, ben ik misschien toch een beetje down to earth voor dan om daarin heel erg mee te gaan. Maar dat werkt wel als je dat snapt hoe dat werkt. Ik weet nog niet voor de VS, voor ons, hoe groot dat. Ja, het trekt aan omdat het een hele grote markt is. Er zijn gewoon heel veel meer mensen dan in Nederland. En ook heel veel meer kinderen. Dus daarom is de VS voor ons wel echt een markt om heen te gaan. Ja. En Judith, in welke landen zijn jullie nu aan het ondernemen? Nou, met name in de VS en in Europa. Europa, Scandinavië, Italië, Duitsland, Engeland. Ja, eigenlijk vrij breed. Polen. Breed in Europa en in de VS. En merk jij nu ook dat je als vrouw in de tech dan tegen dingen aanloopt? Als ondernemer? Nou, ik moet eerlijk zeggen, wat dat betreft is de VS ook wel fijn. Want ja, in de VS voel ik dat verschil niet zo, zoals je dat hier soms in Europa voelt. En bijvoorbeeld met investeerders is het heel makkelijk om ook daar connecties te leggen. Dat wil niet zeggen dat ze onmiddellijk investeren, maar ook investeerders helpen je weer om klanten te vinden. Dus ja, ik vind het heel prettig in de VS. Maar is dat dan hoe is dat anders in Europa? Nou ja, Europa heeft natuurlijk, de culturele verschillen in Europa zijn gigantisch. Hè? Bijvoorbeeld België, dat is een land, denk ik, met de grootste culturele verschillen met Nederland. Ook al denken wij van, nou, dat is dichtbij en dat zal wel meevallen. Maar ook de verschillen met Duitsland zijn gewoon heel groot. Wat zijn die verschillen dan met België bijvoorbeeld? Nou, België is heel hiërarchisch. Dus als je daar geen rekening houdt met de hiërarchie, ja, dan heb je echt een probleem. En je moet daar vooral ook heel erg beleefd zijn. En dat is toch anders dan, ik wil niet zeggen dat het niet leuk is om beleefd te zijn, maar daar moet je echt over nadenken. En jij zeggen, dat kan daar heel verkeerd vallen, ja. Terwijl dat voor ons heel gewoon is. Zelfs met universitaire contacten moet je daar echt over nadenken. Maar bijvoorbeeld met Duitsland, ja, dan moet je echt vertrouwen winnen. En dan moet je echt aan de relatie werken. En daar verkoop je niet zomaar wat. Dus dan moet je bereid zijn om de investering te doen en ook op te volgen. Ja. Anastasia, wat kan de RVO doen om te helpen bij die contacten in het buitenland? Dat ondernemen over de grens, ook voor vrouwen juist... Ja, nou ja, je zou bijvoorbeeld kunnen kijken naar de allereerste stap. Hè? Dus we hebben een regeling en die heet ook Starters International Business. En een van de onderdelen daarvan is dus dat je een coach, dus een tegemoetkoming krijgt in de kosten die je maakt van een coach, die je echt helpt met die initiële eerste stappen van welke markt is interessant voor mij? Zou mijn product landen in de VS of moet ik juist een hele andere kant op? En wat is dan die eerste stap? Ik zag net ook de vraag voorbij komen van ja,
ik heb het idee, ik heb de ambitie, maar waar begin ik in vredesnaam? Nou, dan kun je dus inderdaad beter iemand in de arm nemen die het al een keer heeft gedaan. Die er de eerste stap al een keer heeft gezet. Die jou dan echt kan uitleggen hoe je met zoiets begint. Dus dat is één manier om eraan te beginnen. Ja. We gaan ook verder praten over dat SIB wat jij noemt. We gaan weer even naar een video kijken. Wil jij internationaal gaan ondernemen en heb je net dat beetje extra financiële hulp nodig? RVO kan je daarbij helpen met verschillende regelingen en subsidies. Denk bijvoorbeeld aan de Kickstart voucher en de SIB voucher. Wij zijn bij de RVO terechtgekomen via een Startup Award, namelijk de TEDx Amsterdam Women's Startup Award die wij in 2017 mochten winnen. Via die weg kwamen wij in contact met de RVO voor de SIB voucher en die hebben we eigenlijk gebruikt voor onderzoek in landen Engeland en Duitsland. En voornamelijk Duitsland was voor ons key, omdat het natuurlijk een grensland van ons is. En daarvan leek de zorgstructuur heel erg op die van Nederland te lijken. En dus een hele goede volgende stap om te onderzoeken of dat inderdaad een haalbare markt was. Uit onderzoek is ook volgens gebleken dat dat inderdaad een goede volgende markt is. En dat we dus vooral moesten beginnen bij de grensregio's. Binnen de regeling Starters International Business zijn er veel mogelijkheden om je op weg te helpen bij jouw internationale ambities. RVO biedt verschillende vormen van financiële ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan subsidies, cofinanciering en natuurlijk het Oranje Handelsmissiefonds. De SIB-voucher heeft dus voor ons opgeleverd dat we wisten hoe we de Duitse markt op moesten gaan. En dat was voor ons vooral via beurzen, wat helaas door corona allemaal uitgesteld is. Dus wij hopen deze kennis nogmaals te kunnen gaan gebruiken in 2021. En hier weten we precies hoe we onze doelgroep moeten aanspreken, welke online kanalen we moeten gebruiken en überhaupt ook hoe groot hij is in Duitsland. Ben jij voor jouw buitenlandavontuur op zoek naar de juiste financiering en informatie? Met de online tools van RVO blijf je marktkennis up-to-date en ontdek je snel welke mogelijkheden er zijn. En of je in aanmerking komt voor financiering of andere regelingen vanuit de Rijksoverheid. De RVO-campagne Groei over grenzen wijst je de weg. We zetten vrouwelijke ondernemers die over de grens zaken doen in de schijnwerpers. Om aan jou te laten zien hoe zij dat doen. Ze vertellen over hun ervaringen met financieringen, het buitenlandnetwerk, missies en beurzen. En over onze netwerkevenementen, waar je in contact komt met andere vrouwelijke ondernemers. Wil je meer weten over financiering? Kijk dan op rvo.nl/ondernemendevrouwen. Anastasia, stel ik ben ondernemer. Wanneer kan ik nu aankloppen als het gaat om financiering? Ja, dat ligt heel erg ook aan het stadium waarin jouw bedrijf zich bevindt. Dus ze lieten ook net even de subsidiewijzer zien. Als je die opent, ik heb het gisterochtend even ter controle gedaan, zijn er 197 regelingen die momenteel online staan. Dus het is even zoeken welke nou bij jou en bij jouw situatie past. Dus ben je bijvoorbeeld een starter, dan zou ik vooral beginnen dus bij de Starters International Business voor even wat informatie, een coachingstraject. We hebben nu ook de Kickstart voucher, werd even genoemd. Die is nu voornamelijk in coronatijd relevant geworden. Want dat is bedoeld voor MKB'ers die de eerste stap hebben gezet, maar dan in de penarie zijn gekomen vanwege de coronacrisis. Dus dat is dan het onderzoeken waard. Ik moet wel zeggen, dat zijn ook hele populaire dingen die ik hier noem. Dus de volgende ronde daarvoor, die opent op 1 juli. Dus mochten mensen zich willen aanmelden, weet dan dat het per 1 juli weer kan. Maar misschien ben je al in een ander stadium, hè, van je onderneming. Misschien ben je al wat groter. Dan is er bijvoorbeeld ook een Partners International Business. Dat is een heel leuk programma. Waarbij je dus de krachten bundelt met con-collega's onder leiding van een clusterleider. Ga je dan dus als clusterbedrijven een bepaalde markt samen op. En dan kom je ook weer heel anders binnen. Hè? Dus het is, moet je voorstellen, of ik ga als kleine start-up, ik klop aan in China met hallo, ik ben hier en ik kom gevoelige producten verkopen. En dan kom je allemaal government-to-government problemen kom je tegen en het is lastig en ik spreek de taal niet. En ja, dat is één scenario. Maar moet je voorstellen dat ik nou met een hele groep samenkom en dan in zo'n Partners International Business programma met steun van de RVO, met kennis van de ambassades, directe contacten, me daar als groep zijnde Nederland positioneer, dan klop je heel erg anders aan die deur. En dan kom je ook op een hele andere manier binnen. Dus Partners International Business is ook een leuke. Maar goed, dat zijn nu even twee voorbeelden die ik noem. Ik wil ook niet over alle 197 uitweiden. De andere talk. Dus, ja, dat wordt een monoloog. Dus ik zou zeggen, onderzoek inderdaad even welke voor jouw sector en voor jouw fase van jouw bedrijf relevant zijn. En hou dat vooral in de gaten als daar weer de aanmeldingen voor open gaan.
Iris, wist jij dit? Dat je op deze manier kunt aankloppen bij de RVO? Ja, ik weet dat er subsidies zijn. En we zijn ook, we hebben net een voucher aangevraagd om marktonderzoek te laten doen in Denemarken. Om te kijken waar we met ons product daar terecht kunnen. En hoe die markt voor ons het beste te benaderen is. Ja. En dat gaat op dit moment dus gebeuren? Ja, het was een heel makkelijk proces. Je vraagt het online aan en 3 dagen later hadden we goedkeuring. En dat wordt nou door een andere partij voor ons gedaan. Ja. Judith, als we kijken naar financiering, hoe doe je dat nu? Hoe doe je dat nu? Makkelijke vraag. Ja, dat is een hele makkelijke vraag. Nou, dat is eigenlijk ook een zekere vorm van business development. Met heel veel mensen praten. En kijken of er een klik is en of je iets voor elkaar kan betekenen. En zo zijn wij bijvoorbeeld in contact gekomen met het Borski Fund, wat in vrouwelijke ondernemers investeert. Van Simone Brummelhuis. Exact, ja, ja. Nou ja, en ook Simone is natuurlijk ondernemer, dus die heeft een schat van ervaring. En ja, kan wat dat betreft ook helpen met tips en tricks. En de RVO, hebben jullie die ook ingeschakeld voor financiering? Voor financiering niet direct, maar dat komt denk ik ook omdat wij al ietsje verder waren in het proces. Dus op het moment dat ik bij IME binnenkwam, hadden wij al de eerste ronde venture capital binnengehaald. Ja. Maar goed, RVO heeft ook allerlei mensen die kunnen ondersteunen bij financiering. Dus wat dat betreft denk ik dat dat ook een hele goede weg is die je zou kunnen bewandelen. En merk je dat door corona het ingewikkelder wordt? Ondernemen, maar financiering regelen, ondernemen in het buitenland. Ja, nou ja, kijk, wij hebben onze 3 miljoen opgehaald in september 2020. We hadden het nodig en we hebben het gekregen. Wat dat betreft is het wel gelukt. Tuurlijk is het niet altijd eenvoudig, omdat je elkaar niet altijd kan ontmoeten. Internationaal ondernemen is moeilijker als het gaat om eerste contacten. Als het gaat over bestaande contacten, dan loopt dat allemaal goed door. Ja, en wat ik zeg, ik ben heel blij dat wij geïnvesteerd hebben daarin, voordat corona begon. Al moet ik wel zeggen dat ik vind dat de wereld zich vrij snel aanpast. En we hebben nu toch ook weer dat we een aantal nieuwe contacten hebben opgedaan. Ook weer in de Boston-regio. Digitaal? Digitaal, ja. Ja. En ook via een conferentie. Ja. Ja, dus het kan wel. En het is ook een kwestie van heel goed voorbereiden. Ja. Hoe is corona voor jullie en met jouw bedrijf, Iris? Aan de ene kant biedt het kansen. Wat Judith ook zegt, dat het de eerste stappen maakt het moeilijker in het buitenland. Alhoewel ik dat meer ervoer in de eerste halfjaar van toen corona net begon. Toen klapte de hele wereld dicht en niemand wist waar die het zoeken moest. En het lijkt sinds september ongeveer dat mensen denken, ja, nou ja, corona is nou eenmaal. We moeten maar weer door. Ja. Dus een aantal dingen zijn echt wel makkelijker geworden. Dus het was in Nederland bijvoorbeeld eigenlijk not done om een online afspraak te maken met iemand. Maar ja, dat was nou gewoon geen andere keus meer. Ik bedoel, we mogen niet zomaar meer langs bij een school met een set onder onze arm. En datzelfde geldt voor het buitenland. Dus de wereld is een stuk kleiner geworden in zekere zin. Omdat je hoeft veel minder te reizen. Ik denk dat het nog steeds waardevol blijft als we straks wel weer mogen. Corona is wel lastig voor ons geweest wat betreft supply chain problemen. Dus De hele elektronica-markt staat op zijn kop. Er zijn natuurlijk veel mensen thuis, die kopen allemaal elektronische gadgets. Dus iedereen wil batterijen, chips en weet ik wat niet allemaal hebben. En daar hebben we gewoon last van, dus daar loopt onze productie uit. En dat is gewoon vervelend. Ja. Hoe ga je daarmee om? Je kan niet anders dan hard zoeken of je de spullen toch kan vinden die je nodig hebt. Daar worden we ook wel bij geholpen. We hebben gelukkig al pico's en wat wij doen nu, met name in Nederland, want dat kunnen we niet in het buitenland doen, is mensen een weekje pico lenen. Dus daar kunnen ze vast spelen. En tot nu toe is iedereen in ieder geval nog heel coulant naar ons toe, want we hadden eigenlijk gezegd dat we in februari al zouden leveren. En toen zeiden we april en nu zeggen we juni, dus het schuift wel uit en dat krijg je wel buikpijn van. Maar groei je met de riemen die je hebt. Herken jij dit, Judith, dat je tegen dingen aan gaat lopen? Nou ja, wij hebben ook supply chain issues. Ja. En wij hebben geluk, want een heel groot deel van onze supply chain zit in de regio Eindhoven. Dus dat is relatief gemakkelijk.
Ook is daar druk op de supply chain, omdat toch ook veel buitenlandse bedrijven heel veel aan het bestellen zijn. Maar wij hadden bijvoorbeeld een Amerikaanse supplier en die hebben we vervangen door een supplier in de regio, omdat we gewoon niet geleverd kregen. En het ook een enorm risico was voor onze continuïteit. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dus daarin moet je wel gewoon een aanpassing doen. Ja, je moet schakelen. Ja. Ja, maar dat is ondernemen sowieso. Never a dull moment. Herken je deze geluiden, Anastasia? Ja, het is voor iedereen zo geweest. Hè? Dus voor ons op professioneel gebied kom je dus inderdaad bedrijven tegen met vragen die je dan nooit eerder tegen was gekomen. Dus ik ben zelf, wanneer? 1 augustus ben ik begonnen bij de RVO. Dus ik was ook zo iemand die werd ingewerkt via een telescherm. Dus je merkt het aan alle vlakken dat we in een gekke periode zaten. Dus het was aanpassen, het was digitaliseren, webinars, digitale beurzen. Alles even digitaal opmaken en via videoverbinding doen om dan toch de zaken zo goed mogelijk door te laten gaan. Ja. Ik kan me goed voorstellen. We hebben tussendoor natuurlijk al wat vragen beantwoord van de kijkers. Ze hebben ook ingestuurd. Dus laten we nog even een paar vragen induiken daarbij. Want wat ook heel veel gevraagd werd was, hoe haal je nu, want jij zei never a dull moment, ja, de balans tussen werk en privé. Nou, hoe doe je dat? Nou, dat is best moeilijk. Ik heb 3 kinderen, 12, 16 en 20. Die hebben alle 3 hun eigen behoeften. En je wil af en toe ook wat plezier maken met je kinderen. Dus ja, wat ik heel erg doe, is met mijn kinderen doen wat ik zelf ook leuk vind. Dat werkt voor mij het beste. En soms zowel tegen de kinderen als tegen het bedrijf nee zeggen. Ik kan in principe meer dan 48 uur per dag werken. En ik werk heel hard en ik ben heel erg gepassioneerd. Maar daar zit soms een grens aan. Is dat moeilijk om aan te geven? Ik denk dat het vooral heel belangrijk is om voor jezelf vast te stellen, wat zijn nu de belangrijkste doelen? De belangrijkste doelen op lange termijn, op middellange termijn en op korte termijn. En die behapbaar te houden en ook wat ruimte over te houden om andere dingen ernaast te doen, zoals het blussen van brandjes. Maar je ook heel erg te focussen op het wel behalen van bepaalde doelen. Want als het zeg maar te druk wordt en je haalt eigenlijk niks en het wordt rommelig, dan wordt het ook minder leuk. Dus keuzes maken is echt heel belangrijk. Hoe kijk jij hier naar, Iris? Ja, eigenlijk precies hetzelfde. Ik heb een tijdje geleden geaccepteerd dat mijn to-do-lijst, dat ik die gewoon nooit af ga krijgen. En dat het inderdaad keuzes maken is van wat doe ik wel en wat doe ik niet. Want ik doe liever die paar dingen die ik wel doe goed dan alles maar een beetje half. Dat is wel een leerproces, want je wilt het eigenlijk allemaal heel goed doen. Tuurlijk, je wil ja zeggen, van, ja. Je wil alles doen, het is je bedrijf, je precies. Kindje. Maar je hebt ook nog echte kindjes. Ik heb ook nog echte kindjes, ja. Ik heb er 2, van 11 en 13. Maar die hebben gelukkig ook een echte papa, dus die is ook aanwezig. Dat helpt zeker. In zekere zin maakt corona het dan ook wel makkelijker, want we werken allebei thuis. Dus ze hoeven niet naar de of ze gingen al niet meer naar de opvang, maar ze hoeven ook niet, ze komen niet in een leeg huis of zo terecht. Alleen waar ze af en toe mee rekening moeten houden is dat ze niet zomaar een kamer moeten inbanjeren als een van ons 2 zit te bellen. En dat gebeurt dan toch nog soms wel eens, maar ook dat kan iedereen, de meeste mensen herkennen dat. Ik kan inderdaad ook 12 tot ik weet niet hoeuveel uur werken per dag, maar ik kies ervoor om om 6 uur mijn laptop dicht te klappen en dan andere dingen te gaan doen om dat als ik een keer moet overwerken, omdat er echt een brand is, dat ik dat dan ook gewoon kan en niet structureel dat te doen. Dus ook een beetje time management. Ja. Wat ook wordt gevraagd is, wat zijn nou most unexpected important challenges? Dus dingen die je echt niet had verwacht. Grote uitdagingen die ineens op je pad kwamen als internationaal ondernemer. Corona. Ja. Nou, we hebben echt de eerste 6 maanden gigantisch moeten schakelen. Ja. Echt, ook met liquiditeit, daar hadden wij het net over. Ja, opeens lig je sales helemaal plat. En inderdaad, het trekt nu wel weer aan. Maar ga dat maar eens doen als je geen investeringsgeld hebt en je sales liggen plat. Dus, maar ja, er gebeurt altijd wel iets. Er is altijd wel een supplier die niet levert. Of een klant die toch net niet beschikbaar is op het moment dat je met hem wil praten. Er is altijd iets. Of iets met een werknemer. Dus ja, het is belangrijk om ook ruimte te houden voor dat soort onverwachte dingen.
En wat zijn dan toch die triggers die het voor jullie zo ontzettend leuk maken om te ondernemen over die grenzen en überhaupt te ondernemen? Nou ja, dat je vooruitkomt. Als ik terugkijk naar het moment dat ik begon, toen waren we een machinefabrikant in Geldrop, in een bedrijvenverzamelgebouw tegenover de autosloperij en de afvalverwerking. Ja, en nu zitten we in een mooi pand in Waalre. We hebben internationale klanten, een aantal hele belangrijke leads in de VS. We hebben een heel mooi nieuw platform, productieplatform neergezet. We hebben onze kwaliteitsdoelstellingen gehaald. We hebben een heel gaaf team. We hebben net onze nieuwe CBO gehuurd. Dus ja, legio. Dan begin je te stralen, hè? Ja, dat is geweldig. Ja. Wat is het voor jou, Iris, wat het zo mooi maakt? Je maakt hetzelfde wat jij zegt. Je maakt van niets maak je iets. Dus je maakt iets wat je op de markt zet. En dat is in zekere zin je kindje. Wat het heel erg leuk maakt, is de reactie van mensen die spelen met ons product. Dan zie je de toegevoegde waarde in één keer. Maar gewoon ondernemen op zich. Ik leer in ieder geval elke dag. Er gebeurt altijd iets wat ik niet verwacht had. En je moet altijd schakelen. En dan ben je altijd. En ik vind dat heel erg leuk om te doen. Om die uitdagingen op te lossen. Het blijft gewoon één grote. Puzzel wil ik niet zeggen, maar ja, soms wel. En dat is gewoon. Dat maakt het voor mij elke dag weer leuk om mijn bed uit niet te springen, maar te stappen en dit weer te gaan doen. Ja. Super. Om het af te ronden, wil ik nog even langs jullie alle drie gaan. Judith, wat zou je nu willen zeggen aan een ondernemende vrouw die zit te kijken en die denkt, hoe moet ik het aanpakken? Ik twijfel, ik vind het spannend. Heb jij een goede pep talk? Niet te lang nadenken, op je gevoel afgaan en gewoon doen. Mooie samenvatting. Iris, wil jij nog wat toevoegen? Ja, geloof in wat je doet en doen inderdaad. En er is altijd hulp. Er zijn altijd mensen die bereid zijn om de dingen waar jij tegenaan loopt, zijn andere mensen ook al tegenaan gelopen. En ga dat gewoon vragen. Dat heeft mij ook ontzettend geholpen. Anastasia, tot slot. Ja. Hoe komen ze met jullie in contact? En heb je nog een tip? Op verschillende manieren. Wat vind je fijn? Je kan bellen met de RVO. Je kan het contactformulier online invullen als je vraag liever schriftelijk even wil overdenken. Op rvo.nl/ondernemendevrouwen kun je ook even gluren naar hoe andere mensen dat al hebben gedaan. Wie al voor is gegaan om daar inspiratie uit op te doen. En op Ondernemende Vrouwen is er zelfs een chatbox. Nou, dat is ook een vrij simpele manier om even je vraag te stellen. Dus ik zou zeggen, ga op onderzoek uit. Maak gebruik van alle resources die er zijn. Zoek het even online op. En durf dan ook vooral je vraag te stellen. Klop aan, we zijn er echt met het specifieke doel om ondernemers, om dus mensen die met zoveel creativiteit en drive iets willen maken voor deze wereld, om die te ondersteunen. Dus van harte welkom. Hartstikke bedankt. Anastasia de Vries, Iris Souten en Judith Heikoop. Dank voor jullie openheid. En jullie bedankt voor het kijken. Heel erg fijn dat je erbij was en tot de volgende keer.